De wethouder krijgt hulp van twee medewerkers van de gemeente. Hij wil per se helpen om een signaal af te geven aan de gemeenteraad. Ze willen, net als de winkeliersverenigingen, meer groen in de centra's. Maar dat gaat niet altijd. De ondergrond geeft veel kamers en leiding aan, dus willen we daar een grote boom in zetten, lukt gewoon niet. Wat wel kan is eventueel plantenbakken of hangende plantenbakken. Maar dat zijn gewoon hele dure objecten die ook vandalismegevoelig zijn. De wethouder komt nog met een voorstel. Ondertussen is hij blij met de natte ecologische zone. Zodat we als het ware een netwerk kunnen maken, nationaal netwerk. Zodat ja, deze 100 land, maar ook de nieuwbouwwijken verbonden worden door dezelfde ecologische zone. Zodat de vissen gewoon door kunnen zwemmen en de insecten ja, van het ene naar het andere gebied kunnen. Het is je misschien al opgevallen. Deze strook langs het water. Alle plantjes zijn net neergezet, zoals listdolden en watermunt. En om te voorkomen dat het nu direct door ganzen wordt opgegeten, zit hier een soort beschermconstructie over. Dat hebben we op meerdere plekken in het gebied al toegepast en dat werkt. Het waterschap wil graag meer ecologische zones aanleggen. Nou, het is natuurlijk een lastig gebied waar we zitten. Ik bedoel, een van de dichtste bebouwde gemeenten en gebieden van Nederland. Maar alleen door samenwerking met de gemeente, met de ontwikkelaars zoals 100 Land hier, kunnen we dit ruimte maken voor dit soort plekken. Want dat is hard nodig om voor meer groen en ruimte voor water in dit gebied te maken.